Het was te druk. Maar het was vooral ook een probleem omdat te veel jongeren de maatregelen niet in acht namen. Bijvoorbeeld 1,5 meter, te dicht op elkaar, een overmatig gebruik van alcohol en niet luisteren naar, ja, naar de BOA's en de politieagent. Omdat er toch te vaak overmatig alcohol bij jongeren in het spel is. Te veel alcohol, waardoor ze moeilijk aanspreekbaar zijn. Dan zal er ook een alcoholverbod worden ingesteld in het Sonsbeekpark. En hij zal vanmiddag om 3 uur zal die ingaan. We gaan strenger handhaven en ik probeer dat te voorkomen. Maar als het nodig is, zullen we ook ook het park moeten sluiten als het nodig is. Hè? Want dat kan ook.